Goedemorgen allemaal. Welkom bij de Studio Tech Talk die we vandaag hebben. Tech Talk bij ons staat voor een webinar met wat meer technische informatie over de oplossing die we presenteren. En vandaag gaat het over cryptocurrencies, hoe je dat kunt verdienen met Keurlink gateways. De Tech Talk, mijn naam is John van Nijnatten. Ik zal eigenlijk alleen maar de introductie doen en een klein beetje wat vertellen over MCS. Maar daarna geef ik heel snel het woord aan mijn technische collega Jean-Philippe Aerts. Maar die zal zichzelf zo dadelijk voorstellen. Een aantal spelregels tijdens deze Tech Talk. Jullie kunnen allemaal vragen stellen in de chat. Die proberen we zoveel mogelijk live te beantwoorden. Maar in elk geval na afloop van deze Tech Talk worden ze beantwoord door mijn collega Jean-Philippe. Let wel op, anonieme vragen die worden niet behandeld. En deze Tech Talk die wordt opgenomen en die zal ook na afloop naar jullie gemaild worden, zodat je hem nog eens rustig kunt nakijken en hij zal ook gepubliceerd worden op onze website. Nou, wat kunnen jullie verwachten in deze Tech Talk? Allereerst een kleine introductie wie MCS is. We hebben gezien dat er veel bedrijven zijn die ons nog niet zo goed kennen. Dat zal een paar minuten duren, die introductie. Vervolgens gaat mijn collega het overnemen en die zal uitleggen wat de People's Network is. Wat is Helium Cryptocurrency? Hoe kun je minen? En ook hoe kun je LoRa-sensoren gaan aanmelden op dit netwerk? En zoals aangegeven op het laatst is er tijd om de vragen die jullie hebben om die te gaan beantwoorden in de chat. En dat zullen we ook live doen. Nou, even een korte introductie van het bedrijf MCS. Bijna 25 jaar geleden opgericht. We zitten in Rotterdam, maar ook in Mechelen. En wat wij doen is het faciliteren van onze business partners om succesvol te zijn met IoT oplossingen en met private netwerken. Een hele mond vol. Eventjes inzoomend op IoT. Wat wij doen is het faciliteren van IoT-oplossingen. En de IoT-keten zie je eigenlijk in het midden. Dat gaat van een sensor tot aan een analytics-platform en alles wat daartussen zit. Nou, in feite is de oplossing voor vandaag ook voor ons een IoT-oplossing, hè, omdat we daar LoRa-sensoren mee kunnen aanmelden op dit netwerk. Dus kun je allerlei data uithalen. Nou, wij zijn specialist met name in mobiele LTE-technieken en LPWAN-technieken, zoals LoRa en Narrowband IoT. En we vertegenwoordigen als bedrijf meerdere fabrikanten. Je ziet er hier een aantal staan, maar ja, dat zijn fabrikanten, A-fabrikanten vaak, die wij vertegenwoordigen in Nederland. En wij leveren de oplossing, en dat kan een sensor zijn, maar dat kan ook een gateway zijn, aan allerlei business partners. En die verpakken het vaak als een complete totaaloplossing die zij dan weer doorleveren aan eindgebruikers. Wij leveren dus niet aan eindgebruikers, wij leveren aan bedrijven. Die bedrijven, ja, die helpen we zoveel mogelijk om succesvol te zijn. Nou, dat doen we voor managed IoT-oplossingen, maar dat doen we ook voor privé-netwerken. En privé-netwerken, dat zijn eigenlijk netwerken die wij aanleggen bij een bedrijf in opdracht van onze partners op het gebied van LoRa, dus een privé-LoRa-netwerk, of LTE, een privé-LTE-netwerk, of 5G, privé-5G-netwerken. En daar is steeds meer vraag naar, omdat steeds meer mensen, bedrijven eigenlijk, controle willen hebben over hun eigen netwerk. Nou, heel korte introductie over MCS. Mochten jullie daar meer over weten, nou, dan kun je altijd na afloop contact met ons opnemen als er onderwerpen bij zijn die verder nog interessant zijn. Waar we vandaag over gaan hebben is de cryptocurrency en de Helium gateways. En ik ga het woord geven aan mijn collega Jean-Philippe Aerts. Die zal zich verder voorstellen en die gaat jullie meenemen in deze wondere wereld. Dankjewel John voor deze introductie. Van mijn wegen ook iedereen welkom op onze webinar. Mijn naam is Jean-Philippe Aerts. Ik werk vanuit onze Belgische vesting als een kleine 15 jaar nu als IoT product specialist. En ik ga jullie iets meer vertellen over Helium. Helium in feite, een andere naam voor het Helium netwerk is de People's Network. En waarom noemt dat zo natuurlijk? Of wat is de bedoeling van het Helium netwerk?
Het hele netwerk is een LoRa-netwerk, waar we ook al een jaar of 7, 8 in actief zijn in LoRa-netwerken. Maar het speciale aan het Helium-netwerk is dat het LoRa-netwerk een onderliggende blockchain gebruikt. En dan natuurlijk ook een bijhorende token, een coin, de HNT-coin. Het doel van het Helium-netwerk is om één groot wereldwijd dekkend IoT-netwerk te maken, een LoRa-netwerk. Laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Hoe gaan we dat doen in feite? Of hoe ga je dat netwerk opbouwen? Door in feite mensen te laten participeren om het netwerk te bouwen aan de hand van gateways, LoRa gateways. Bij Helium noemen deze gateways hotspots. Mensen die deelnemen aan het netwerk worden hiervoor dan ook beloond aan de hand van HNT tokens of coins. Omdat je het netwerk in stand houdt, je voor die tagging, je gaat berichten van de LoRa-sensoren doorsturen en dergelijke. En daarvoor word je dus ook beloond. Dus een heel krachtig iets in feite, dat een community in feite een dergelijk netwerk kan opzetten via Helium. Nu misschien even een kleine herhaling, LoRaWAN. Wat is er nu zo speciaal aan een LoRaWAN-netwerk? LoRaWAN-netwerk valt onder nummer van de LP-WAN-netwerken, Long Range Wide Area-netwerken, dus Long Range Wide Area. En heeft een paar eigenschappen. Het is een draadloos netwerk, vergelijkend met je wifi. Het is wel long range, maar ik kom straks wel even op terug. Het is speciaal ontworpen voor IoT-toepassingen en in feite door LoRa te gaan gebruiken zijn er ook een heel pak use cases, business cases die mogelijk worden die vroeger niet mogelijk waren. LoRa gebruikt een vrije radiofrequentie, zoals je wifi de 2.4 of 5 gigahertz band gebruikt. Gebruikt LoRa de ISM band, 868 megahertz band, is een vrije radiofrequentie. Er zijn natuurlijk wel restricties in die band, eigen aan de 868 megahertz band. Maar is gewoon vrij te gebruiken. Het is long range en daar onderscheidt LoRa zich enorm van andere netwerktopologieën, laten we zeggen, of radiotechnologieën. Met een LoRa-antenne op je dak bijvoorbeeld kan je een afstand overbruggen van 10, 15 kilometer. Kan je dus berichten ontvangen van LoRa-sensoren, die iets meten, temperatuur bijvoorbeeld, tot op 10, 15, 12 kilometer ver. Andere eigenschap natuurlijk, omdat het zo'n goede penetratie heeft, is dat de dekking in gebouwen ook enorm goed is. Dus die LoRa-technologie, smart building, smart cities, is uitermate geschikt voor dergelijke toepassingen. Het is een low-power-technologie, dat wil zeggen dat de sensoren bijna al batterijgevoed kunnen zijn. Er wordt weinig data verstuurd, het zijn kleine pakketjes. Dus volgende, loopdijlen, dat is ook een eigenschap van LoRa. Dus je moet LoRa niet gaan gebruiken voor, of kan niet gebruikt worden voor streaming video of streaming audio. LoRa is bedoeld voor kleine pakketjes door te sturen. Een temperatuur, een aanwezigheid, een CO2-meting, een parkeerplek, bezet of niet. Daarvoor is LoRa bedoeld. En daardoor wordt het dus ook low power en kan het dus op batterijen werken. En finaal ook low cost. Een LoRa-chip kost $1 of $2, $3. Je kan dus al een LoRa-sensor bouwen voor een 30, 40 euro's. In vergelijking met andere technologieën of technieken zit je hier op een lagere prijs. Dus een beetje een herhaling over LoRa. Nu, hoe ziet een LoRa-netwerk en een toepassing eruit? Je hebt langs de linkerkant in feite heb je natuurlijk de LoRa-sensoren. Dus Helium gebruikt de volledige LoRaWAN-specificaties. Elke LoRa-sensor kan je dus koppelen op het Helium-netwerk. Deze sensoren sturen via LoRa-modulatie een bericht door. En die berichten komen dan toe op een LoRa-gateway. En een LoRa-gateway, dus bij Helium, noemt een Helium-approved hotspot. Ontvangt dit bericht en gaat het dan via een internetverbinding doorsturen naar de LoRa-netwerkserver, de LNS. En daar heeft natuurlijk Helium zijn eigen LNS-LoRa-netwerkserver. Eén keer het bericht daar ontvangen, dus doorgestuurd gekregen van de gateway, van de hotspot, wordt in feite het Helium, de LoRa-netwerkserver van Helium, gaat het bericht dan doorpushen of publiceren via een API naar een platform waar het dan inzichtelijk kan worden gemaakt. Nu, even doorklikken. We gaan het vandaag specifiek hebben natuurlijk over de gateways, waarmee je dus kan deelnemen aan het Helium-netwerk, actief kan deelnemen door dekking te gaan voorzien. MCS werkt nu al een jaar of 6, 7 samen met Keurlink en Keurlink heeft een contract afgesloten met Helium. Begin dit jaar zijn die gesprekken gestart en we zijn nu eindelijk klaar om het
commercieel ook de hotspots van Keurlink, de Helium Gateways, te gaan uitleveren. Heel belangrijk, bij Keurlink heeft een contract afgesloten. Keurlink heeft een contract afgesloten met Helium, zijnde een HIP 19 contract. Dat wil zeggen dat Keurlink een Helium-approved HIP 19 maker is. Belangrijk hier is dat HIP 19 een hotspot variant is waar je het maximale mee kan verdienen. Dus je kan op verschillende manieren in feite coins gaan verdienen. Er zijn andere soorten, HIP 25, data-only hotspots, waarbij het verdienmodel lager ligt. Het verdienen, het belonen voor de deelname gebeurt dus aan de hand van die coins, de HNT coins, die je dan in je wallet kan bijhouden en eventueel op een exchange kan gaan verhandelen of in euro's kan gaan omzetten. Dus er bestaan andere soorten van hotspots die een lagere beloning hebben. Keurlink heeft echt gekozen te samen met Helium om een HIP 19 compliant hotspot te maken. De koers van HNT kan je gewoon opzoeken op het internet. Dacht gisteren is die de eerste keer boven de $50 gegaan. Die is enorm gegroeid op 2 weken tijd. Dus een zeer interessante coin. Hoe verdien je nu in feite? Hoe kan nu een hotspot van Keurlink coins verdienen? Dat doe je op verschillende manieren. Enerzijds heb je werk op de blockchain die moet verricht worden. Dat kan een gateway gaan doen. Anderzijds word je beloond voor het instand houden van je hotspot. De goede plaatsing van je hotspot. En dat noemen ze proof of coverage, POC. Dat is ook een verdienmodel. En finaal in feite ontvang je natuurlijk berichten van sensoren. Die berichten moeten dan worden doorgestuurd naar het Helium-platform. Daarvoor word je ook beloond. Dus er zijn 3 manieren dat je feitelijk wordt beloond met een HIP 19 hotspot. Hier nog een keer een oplijsting. De eerste 3, de Challenger, Challengees en Witness, zijn allemaal proof of coverage beloningen die je kan hebben. De consensusgroep zijn bewerkingen op de blockchain waarvoor je beloond wordt. En de network data transfer zijn verder de berichten die je ontvangt van sensoren die je doorstuurt naar Helium, daarvoor word je ook beloond. Security gedeelte is niet van toepassing op hotspots. Nu de varianten bij Keurlink. Keurlink heeft natuurlijk de reguliere LoRa gateways. Ze hebben nu ook een afgeleide, de Helium hotspot gateways. Keurlink heeft 2 types, een outdoor en een indoor type. Even inzoomen op de indoors. Voor de indoor bestaan er verder 2 types. Je hebt een type die een 4G connectiviteit heeft en een ethernet aansluiting. En je hebt een type die een ethernet aansluiting heeft en een wifi client aansluiting. Dus deze gateway kan je koppelen via bestaande wifi op het internet om zo dan contact te leggen met de Helium LoRa netwerkserver. Een paar sterke punten. Het is proven technology. De Keurlink gateways bestaan al 6-7 jaar. Is een volledig eigen hardware design, volledig eigen OS dat draait op de gateways, een variant van Linux. Het is dus geen Raspberry Pi ontwikkeling of dergelijke, het is echt een iets proven is. De operatoren, KPN, Proximus gebruiken ook Keurlink gateways voor het publieke LoRa-netwerk op te bouwen. Leuk aan deze is ook dat de antenne kan losgeschroefd worden en er is dus een mogelijkheid om een externe antenne te koppelen op de indoor gateways. En verder heb je nog een paar toeters en bellen die ook wel vrij uniek zijn in de indoor gateways. De outdoor gateway is een volledige waterproof gateway, kan gewoon buiten geplaatst worden. Heb je geen behuizing nodig of dergelijke, het is volledig waterproof, IP67. Wordt gevoed via de ethernet interface, via power over ethernet. Heeft een interne antenne, maar hier heb je ook wel de mogelijkheid om een externe antenne via een N-type connector aan te sluiten, waarmee je bijvoorbeeld de range kunt gaan optimaliseren van je hotspot. Voor de rest zit er ook nog extra radiofilters in om geen interferentie met het publieke gsm-mobiele netwerk te krijgen. Een van de belangrijke dingen is proof of coverage, hoe beter je bereik van je hotspot, hoe meer je gaat verdienen, is natuurlijk de plaatsing van je hotspot en ook eventueel het gebruik van een externe antenne die een bepaalde winst gaat geven. Dus we hebben een bepaalde antenne die specifiek voor 868 MHz band is getuned. Als je deze antenne gebruikt, krijg je 6 dB winst erbij op radiovlak en ga je dus
anderhalve kilometer, een kilometer verder, andere hotspots kunnen gaan ontvangen of berichten van sensoren gaan ontvangen op grotere range, waardoor dus je verdienmodel naar boven gaat. Deze antenne wordt geleverd met een 5 meter kabel met een SMA-connector, maar kan ook met een N-connector om aan te sluiten op de outdoor gateway, indien gewenst. Nu, als je bij ons de helium, de curling helium hotspot bestelt, moet je die koppelen op het netwerk. Dat doe je aan de hand van een app van Helium zelf. Vrij eenvoudig in feite. Je installeert die app, je maakt een account aan. Je kiest je hotspot dat je wilt toevoegen. De Curling Femto, eFemto, eFemto Evolution of de eStation, de outdoor. Dan kom je op een landingpage van Curling terecht en nog een paar toeters en bellen. En dan in feite je bepaalt je locatie van je gateway ook, die moet je ook nog aangeven. En dan ben je in feite live. Na ongeveer een half uurtje staat je hotspot helemaal live op het hele netwerk. En neem je in feite al actief deel aan het netwerk. Verder kan je nog meer in detail gaan inzoomen op je hotspot om te kijken welke andere hotspots je ziet. Welke rewards je hotspot heeft te ontvangen. Al die zaken kan je allemaal doen aan de hand van deze eenvoudige app. Nu, de hotspots die we leveren aan Keurink, of die binnenkort gaan geleverd worden, zijn dus full approved HIP-19 hotspots. De fees die we moeten betalen om een gateway aan te sluiten op het hele netwerk zijn verrekend in de prijs. Dus als jullie bij ons een hotspot aankopen, heb je geen bedrag mee te storten aan Helium zelf. Zowel de fee voor het aansluiten als de fee voor de locatiebepaling zit volledig in de prijs. Dus er zijn geen verdere kosten richting gebruiker naar het Helium netwerk toe om een hotspot toe te voegen. Voor grote uitrol, dus mensen die geïnteresseerd zijn om meerdere hotspots te gaan installeren. We hebben een paar partijen zelf die denken aan een nationaal Helium netwerk met een duizendtal hotspots. Moet je wel rekening houden met het beheer van je hotspots. Keurink zelf heeft een jaar of drie geleden Venacy ontwikkeld. Venacy bestaat uit twee delen, een managed gedeelte en een LNS gedeelte. Het gaat vooral over het management gedeelte. Hiermee verder met is een centraal als een service platform waar je in feite al je hotspots die geïnstalleerd zijn gaat visualiseren. Je kan KPI's gaan trekken van je hotspots, je uptime gaan bekijken. Maar zeer belangrijk bij Helium zijn de firmware updates die draaien op de hotspot. Hier aan de hand van Venacy in feite kan je dus geautomatiseerd je firmware in je hotspot altijd in sync houden met de laatste versie van Helium. En dat is heel belangrijk omdat je anders out of sync gaat geraken met de blockchain en dat je geen earnings meer gaat hebben. Dus dit is echt een must. Voor één gateway kan je dat nog zelf handmatig gaan doen, maar als je meerdere gateways gaat hebben en als je naar tientallen, twintigtallen gaat, is het zeker aan te raden om een Venacy Management Plane te gebruiken hiervoor. Plaatje nog een keer van daarnet. Venacy Management Plane komt in feite boven, het is de cirkel die jullie zien, komt in feite boven of naast de Helium netwerkserver te staan. En heeft in feite een aparte beheerverbinding, beveiligde beheerverbinding met je hotspots. Dus er is geen interactie tussen Venacy Management Plane en het Helium LNS server. Het zijn twee aparte beveiligde verbindingen verder die worden opgezet. Nu iets verder gaan, als je nu wilt weten hoeveel hotspots zijn er nu al. Er is een handige tool van Helium, dat is de explorer.helium.com website. Hier ga je heel snel inzichtelijk maken hoeveel hotspots er zijn. Ten tijde van het voorbereiden van deze presentatie, dat was vorige week donderdag, waren er 279.000 hotspots. Vandaag hebben we de kaart van de 300.000 overschreden. Dus dat wil zeggen dat er ongeveer 23.000, 24.000 hotspots zijn bijgekomen op nog geen week tijd. Dus het is exponentieel aan het groeien, het netwerk. Helium is ongeveer 2 jaar geleden opgestart. En sinds dit jaar zijn er ook derde partijen, fabrikanten van hotspots bijgekomen, waaronder Keurink natuurlijk. En we zien dan een enorme groei, een exponentiële groei van het aantal hotspots. Ook de prijs hier, ten tijde, dus vorige week donderdag was de prijs $27. We zitten nu rond de $50 voor de waarde van de hele inkomen. Dus dit is een hele interessante tool om te zien hoe het netwerk evolueert, hoe snel het gaat, welke zaken.
Je kan hierop dan ook verder gaan inzoomen. Ik heb nu even ingezoomd op de provincie Antwerpen, bovenaan links. Daar zie je in feite een soort van honingraadstructuur waar hotspots staan. Dan zie je dus dat er bepaalde in honingraad al 9 hotspots aanwezig zijn. We zien dat enorm groeien. En van hieruit kan je ook een keer gaan doorklikken naar een hotspot of naar je eigen hotspot om te kijken welke hotspot ziet hij, met welke andere hotspots praat hij. Heeft allemaal te maken met die beloningsstructuur die erachter zit. Dus hier ga je echt gaan in detail inzoomen op je eigen hotspot of op een hotspot van iemand anders. Hier ga je natuurlijk ook kunnen kijken waar zijn er nog gaten in het netwerk. Waar ga ik mijn hotspot gaan plaatsen? Want het is altijd interessant van je hotspot te gaan plaatsen op een plaats waar nog geen dekking is. Op een goede hoogte en al die zaken. Om ook een maximale beloning te krijgen voor je hotspot. LoRa-sensoren. Dus nu gaan we. Ja, dit was in feite het gedeelte over de gateway, over de hotspot zelf. Jullie nu actief gebruik maken van het hele netwerk om je LoRa-sensoren te koppelen. Dan moet je gebruik maken van de console van Helium. Dus gewoon www.console.helium.com. Het gebruik, dus een sensor koppelen op Helium, is een betalend iets. En Helium gebruik je voor datacredits. Die kan je kopen aan de hand van Helium coins of via je creditcard. En heel specifiek aan Helium is dat je wordt afgerekend per bericht. Dat is een vrij uniek concept. We zien andere, bij een publiek operator bijvoorbeeld, ga je betalen per sensor per maand, onafhankelijk van het aantal berichten. In een privé-LoRa zal je ook eventueel kunnen gaan betalen per gateway. We hebben ook zo'n model voor privé-LoRa. Maar bij Helium ga je dus echt betalen per bericht. En hoe groter het bericht, hoe meer je betaalt. Kleine berichten betaal je dus in datacredit bijvoorbeeld. Dus je wordt afgerekend per bericht. Eén keer de datacredit is aangekocht, ga je in feite een profiel maken op je console. Sorry. ADR is aangewezen voor sensoren die stationair zijn, dus die vast zijn, dus geen track and trace sensoren op LoRa. Ga je dus de ADR feature aanvinken. En dan ga je in feite door, dan ga je je eerste device, je eerste sensor gaan toevoegen. Eigen aan LoRa is dat je een x aantal keys hebt, de dev-EUI, de app-EUI en de app-key. Die krijg je dus als je een LoRa sensor koopt, kan je die zelf gaan configureren of krijg je die toegeleverd. Deze vul je hierin, je geeft nog een naam aan je sensor en je kiest je profiel en je bent klaar in feite. Dus zo eenvoudig ga je dus een LoRa sensor aansluiten op Helium. Natuurlijk, eigen aan LoRa sensoren is dat elke fabrikant een eigen taaltje praat. En het zijn kleine berichtjes, zoals al gezegd, hexadecimale binaire berichtjes. De taal dat de sensor praat moet natuurlijk wel vertaald worden naar een genormaliseerde waarde die je kan gebruiken. Bijvoorbeeld een temperatuursensor gaat hexadecimaal waardes doorsturen. Die moet je naar temperatuur brengen. Die decodering, die payload decodering in feite, kan je gaan doen in het Helium platform. Maar moet je natuurlijk wel kunnen programmeren, al die zaken. Moet je voor elke sensor dat gaan doen, heel pak werk. We hebben hiervoor ook een dienst, ook als een service. Dus een platform dat in feite alle sensoren die MCS verdeelt, reeds voor jou in feite gaat decoderen en normaliseren. En ook gaat zorgen om zeer eenvoudig te gaan integreren met een Amazon of een Azure omgeving of een andere omgeving. Dus een optionele dienst die we kunnen bieden. Je kan dat dus doen in het Helium platform of wij kunnen het toevoegen als dienst indien jullie bent. Dat is een beetje het verhaal. In feite links heb je heel veel hexadecimale data en halfwegs zie je daar payload staan. En deze data zal automatisch door ons dan vertaald kunnen worden en gepusht worden in een JSON-object met daarin de genormaliseerde data, zoals vochtigheid, bezettingsgraad, lichtsterkte, beweging, temperatuur en dergelijke. Specifiek voor deze sensor. Ik had nog even, ja, MCS heeft een x-aantal vendors waarmee we al jaren samenwerken op LoRa-vlak. Verschillende toepassingen natuurlijk met LoRa-sensoren. Je kan mee heel veel gaan doen. Dit zijn de grootste vendors waarmee we samenwerken. Dus vooral smart building, smart energy, smart parking, temperatuur, CO2-meting natuurlijk met de corona-pandemie. Is het heel belangrijk van CO2-metingen te gaan doen om de verluchting van een gebouw of een lokaal inzichtelijk te maken. Deze sensoren bestaan dus allemaal op LoRa-vlak.
Finale feiten ga je nog natuurlijk moeten zeggen, ik moet mijn hele netwerk koppelen aan mijn toepassing, aan mijn platform. Dat doe je doen aan de hand van een My Integration stukje op het hele netwerk. Daar kan je via HTTP push of MQTT of direct naar Azure of Amazon een koppeling maken. Of naar onze payload decoder kan dat natuurlijk. Dat is nog in feite het laatste plaatje. Het hele netwerk op zich, daar zie je van bovenaan halfweg de Venice Management Plan om beheer te gaan doen als je een groot aantal hotspots gaat uitrollen. Daar zie je natuurlijk ook de Helium LNS netwerkserver staan. Daarnaast zie je de sensor message conversie die wij kunnen toevoegen als een optie om, om jullie het leven eenvoudiger te maken, om jullie te ontzorgen daarin. En je kan eventueel zelf, dat is vrij uniek aan Keurink ook, de Keurink gateways of hotspots kunnen een dubbele mode hebben. Zij kunnen worden aangesloten op het hele netwerk, maar ook, ook gebruikt kunnen worden als een eigen privé-LoRa-netwerk. Dus je zou je eigen privé-LoRa-netwerk in een gebouw of in een building kunnen uitrollen en je gateway ook gebruiken op het hele netwerk. Dat is vrij uniek. Dat zijn zaken die mogelijk zijn met de Keurink gateways. Dus nog even herhalen. De kracht van Keurink en de Helium Gateways. Dus Keurink is een volledig HIP 19 approved maker. Te vermelden, Keurink is een van de founding members van de LoRa Alliantie. Ik denk dat ze met 9 waren, zoveel jaren terug. Dus ze zitten heel diep in de LoRa Alliantie. Keurink heeft zowel een indoor als een outdoor variant. Het is eigen ontwikkelde hardware, proven technologie. Het staat nu al 6, 7 jaar op de markt. En ze hebben een volledig eigen operating systeem. Radio is high-end qua ontwikkeling. De hotspots kunnen gemanaged worden. Ze zijn 100% secured, VPN en een enorm grote uptime van 99,99%. Dus het earnen van je coins is 99,99% gegarandeerd met Keurink. Zo, dat was het einde van de presentatie. Dan geef ik nu graag terug het woord aan John. Nou, dankjewel Jean-Philippe. Voor mij was het een duidelijk en helder verhaal. Hartstikke veelbelovend ook, Helium zou ik willen zeggen. Er zijn toch nog wel wat vragen binnengekomen van het publiek. Okay. En die zal ik gewoon even met je doornemen. En dan hoop ik dat jij antwoorden hebt. En mocht je dat niet hebben, dan kunnen we ze achteraf nog toesturen. Maar ik denk dat jouw parate kennis best wel aanwezig zal zijn. De eerste vraag, die komt van Erik. En Erik vraagt, wat is het voordeel van een Keurink Helium hotspot ten opzichte van een andere hotspot? Ja, verschillende antwoorden. Altijd goed. Enerzijds de HIP 19 compliance, dus een full hotspot, maximaal verdienmodel met Helium coins. Anderzijds, ja, Keurink is een founding member van de LoRa Alliantie, bestaan al 7, 8 jaar. Dus de hardware die gebruikt wordt, is ook al 7, 8 jaar dat die doorontwikkeld wordt. Dus custom hardware, custom firmware op de gateways, heel hoog radio design, dus echt een aanspeler in feite op vlak van gateways van hotspots. Dus dat zijn in feite echt de sterke punten van Keurink. Ja, dus je kunt er meer geld mee verdienen, meer mee minen. En het zijn kwalitatief superieure hotspots. Ja, betrouwbaar. Ja. Always up, 99,99% time. Ja, oké. Okay. Een hele praktische vraag van Jochem. En die zal ik zelf beantwoorden. Wanneer zijn de hotspots leverbaar? Nou, ik weet dat er een hoop bedrijven de hotspots op dit moment in backorder hebben staan bij ons. En de verwachting op dit moment is dat de iStations, dat zijn de outdoor gateways, in de eerste week van december geleverd gaan worden. Terwijl de iFemtocells, dus dat zijn de indoor hotspots, de indoor gateways, die worden in februari, begin februari verwacht. Dus klein beetje geduld, maar met name de outdoor gateways, ze komen er bijna aan. Dan heb ik een vraag over het gebruik van LoRa-sensoren. Kun je die ook in het buitenland gebruiken op het Helium-netwerk, roaming? Het is zo in feite, Helium heeft de ambitie van een wereldwijd netwerk te bouwen natuurlijk. Binnen Europa wordt er een bepaalde frequentieband gebruikt, de 868 MHz band. En heb je in feite één groot Helium-netwerk. Dus dat wil zeggen, een
Herum sensor, een LoRa-sensor die je aansluit op Herum in België of in Nederland, die kan je gewoon oppakken en neerzetten in Frankrijk of in Duitsland waar een Herum-netwerk dekking heeft. Dus je kan zonder enig probleem binnen Europa op 868 megahertz je sensor gebruiken zonder dat je iets moet gaan doen. Oké, nou duidelijk antwoord. Nog een vraag over de sensoren. Waarom zou ik LoRa-sensoren op het Helium-netwerk aansluiten en niet op het publieke LoRa-netwerk, zoals bijvoorbeeld KPN of Proximus? Ja. Dus wat zijn de voordelen om het op het Helium-netwerk te doen? Ja, voordelen zijn, Helium gebruikt een per bericht model qua betaling. Als je een sensor wilt aansluiten en gebruiken op Helium, ga je betalen per bericht. Bij een publiek netwerk is dat nooit het geval. Ga je gewoon €1 of 2 per maand betalen per sensor. Dus dat is een groot voordeel, zeker als je sensor weinig berichten dient te versturen. Anderzijds heb je ook natuurlijk controle over de dekking. Door zelf een Helium gateway te gaan plaatsen, een hotspot te gaan plaatsen, kan je op locaties waar geen dekking is, zelf je netwerk gaan voorzien. En natuurlijk daarmee ook Helium coins gaan verdienen. Dus finaal kan je misschien zelf geld verdienen door Helium te gaan gebruiken. Oh, dat klinkt aantrekkelijk. Ja. Oké, dankjewel. Dan vraagt Dick. Ze zijn nu HIP 19, maar ik hoorde dat de nieuwe die uitgeleverd worden HIP 25 zijn. En dan komt er ook nog een vraag binnen, maar die kun je misschien meteen beantwoorden ook. Wat is het verschil tussen HIP 19 en HIP 25? Ja, oké. HIP-5 is een soort van Helium Improvement protocol, laten we zeggen. HIP 25 is recentelijk goedgekeurd door de Helium Community. En wat daar een verschil is tegenover HIP 19, is dat bij HIP 25 een extra component op het Helium-netwerk is toegevoegd, een validator noemt dat. Een validator had zich enkel bezig met het valideren van de blockchain. Werd bij HIP 19 gedaan door de gateway zelf. En de gateways worden in feite nu ontlast van die validatie, omdat gewoon het netwerk exponentieel aan het groeien is en dat de gateways out of sync geraken hierdoor. Dat wil wel zeggen, dus bij HIP 25 ga je iets minder coins kunnen verdienen, omdat de validatie niet meer gebeurt door de gateway. Nu is het ook wel zo met de HIP 25 lancering, is er ook een nieuwe soort van hotspot gecreëerd, data-only hotspots, die geen proof-of-coverage beloning hebben. Dus de keuring gateways zijn nu HIP 19. Worden automatisch HIP 25 omdat de validators erbij komen op het netwerk. Maar het blijft wel een full hotspot, geen data only, waar je dus ook verdient door de proof of coverage. Dat zijn in feite de evolutie van het Helium netwerk. Heeft daar mee te maken. Ja, dus full Helium gateways die eigenlijk nu uitgeleverd gaan worden. Ja, sowieso. Oké, dankjewel. En dan heb ik nog een laatste vraag. En dat is ook een hele praktische vraag, zie ik. Die gaat over waar moet je op letten als je een hotspot ophangt. Zodat je weet dat je de beste performance hebt. En dus het meest kunt minen. Want dat hangt samen met elkaar, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Proof of coverage is een groot gedeelte van je verdienmodel. Dus je antenne. Dus de hoogte van je hotspot, je moet natuurlijk niet je hotspot in je kelder gaan plaatsen, dan gaat je antenne heel slecht gaan werken, dan is de dekking heel slecht. Dus altijd zien dat je de hotspot zo hoog mogelijk kunt plaatsen aan het raam. En zelf als je nog beter wilt, met een buitenantenne gaan werken op het dak bijvoorbeeld van je gebouw, van je huis, je appartement. Dat gaat al één ding, daardoor gaat je het bereik van je hotspot enorm gaan vergroten en waardoor je dus een hoger beloningsmodel gaat krijgen. Anderzijds moet je ook letten dat de hotspot die je plaatst niet te dicht bij een andere hotspot plaatst. En daar is een regeltje van 300, 350 meter minimale afstand tussen hotspots te bewaren. En dat kan je in feite ook aan de hand van de app van Helium gaan kijken waar staan andere hotspots, hoe ver sta ik. En dan zeker rekening houden met de antenne. Hè. Dus zo goed mogelijk een vrij bereik voor die antenne is zeer belangrijk. Dat zijn verder de twee belangrijkste zaken om maximaal te gaan verbinden. Ja, dus goede antenne gebruiken, goed uitrichten en
ja, ver genoeg weg van een andere hotspot. Andere, ja, dat klopt. Ja, ja, oké. Okay. Nou, volgens mij zijn hiermee alle vragen die binnen zijn gekomen ook beantwoord. Ik wil jou daar hartelijk voor danken, Jean-Philippe. En ik wil ook nou, ons publiek bedanken voor het aanwezig zijn tijdens deze Tech Talk. En zoals ik al in het begin zei, deze Tech Talk die is opgenomen, zullen wij ook publiceren op onze website. En dat wordt je ook nog toegezonden, dus je mag hem ook gewoon delen met collega's of om de collega's laten nou, naluisteren. Namens mij en ik denk ook namens Jean-Philippe, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Dankjewel.